Charlie, jij moet met je moeder mee. Hé! Oh. Hey! Er zit iemand mij uit te lachen hier. Ik ben zo verdrietig. Hoi normaal. Hoi. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Equitality. Wat prachtig, woord voor woord. Sorry. Het is vandaag dag 4, toch? Van de baby. Maandag, dinsdag, woensdag, ja. Donderdag. Ja. Dag 4 van Charlie. En we dachten, we gaan eventjes vloggen. Want we hebben natuurlijk de vorige video een beetje aan elkaar gepraat. Omdat er chaos was en heel veel dingen gebeurden. Omdat we losse beelden hadden opgenomen. Ja. En dan kon je niet een vlog van maken of zo. Nee, nee, het was gewoon eventjes genieten. Ja. Dus nu gaan we weer ons best doen voor jullie. Nou. Nee, vandaag gaan ze allemaal voor het eerst samen. En het is prachtig bewolkt. Ja, dus dat is perfect. Ja, en ze hebben wel gewoon bij elkaar gestaan met de hek ertussen. Dus ja, ze hebben wel allemaal zo kennis gemaakt met elkaar. En ik zie ook echt wel duidelijk aan Ernie dat ze wil erbij. Bij, ja, precies, bij de rest zijn. Beetje onrustig. Ja. Dus hopelijk gaat het allemaal goed. En als het niet goed gaat, dan stoppen we ermee. Halen we ze weg. Ja, dus nu hebben we mooi even de tijd. En het wordt vanmiddag wat warmer. Het is nu bewolkt, dus dan willen ze nu mooi hier staan. En als het echt heet is, want voor de mensen die ook vroegen, hoezo mogen ze niet de hele dag buiten? Nou ja, ten eerste, de baby was nog helemaal vers. Vroegen mensen dat? Ja. Oh. Maar veulentjes kunnen dus nog niet hun eigen temperatuur en zo. Die weten nog niet wanneer iets te koud is of te warm, dus eigenlijk een beetje dom. Ah, ze konden ook niet heel goed schaduw vinden nee. In de bak. Niet dat we ze dan apart konden zetten en dat iedereen ook nog schaduw had. Dus nee. Hey, kijk even naar binnen. Dus we hebben ze gewoon in de tijden, ochtends en 's avonds, gezet dat er wel schaduw was. Maar het zou natuurlijk... Ja, dat hebben ze gedaan. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze gewoon allemaal gelijk samen kunnen. Dus dat gaan we nu proberen. Bailey. Je kan allemaal de regels. Bailey die houdt zich gewoon sinds het veulen is niet meer aan de regels. Ze is gewoon... Ja, dat dus. Ze is gewoon van plan om dat veulen te stelen, denk ik. Nou, stelen heb je niet. Ik wil ook baby. Baby! Ik luister niet. Ik ruik baby's. Ja, baby's. Hé hey, jongens. Hey. Hey. Oh, Billy. Sorry. Kom maar uit mijn hoofd. Oh. Kleine aalstreep. Let me drink, mommy. Let me drink. Oh, Jesus. Huh? Oh, kom maar, baby. Billy! Charlie, jij moet met je moeder mee. Oh, klein varken. Billy, achter me. Billy. Oep, 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 oep. Billy. Pst. Goed zo, braaf. Wow. Maar de Shetlanders willen ook al met haar spelen, denk ik. Hm? Hey, klein nieuwsgierig ding. Hey. Ga je nog spelen met mij? Mijn moeder wordt zo boos. Daar komt oma Rosie. Oma Rosie. Ho, 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 ho. Zo is het heel casual, alsof ze nu eerst haar eigen ding gaat doen. Ja.
Hi. Wij gaan eerst kijken, leuk. Billy, jongen. Hey, Rose. Ik heb een vraag. Wel helemaal zo beschermend. Nee. Jij gaat de volgende halen. Oké. Er wordt even een plasje gepleegd. We hebben een soort driehoek gecreëerd nu. Oh, Pienet. Hey! Ja, het zijn voeten op die stenen. Ik vind het echt niet leuk. En City snapt de hint, die gaat weer weg. Nou, dat was een wilde ontmoeting. Nee, het is natuurlijk heel logisch dat Ernie zo protected is. Roos keek er niet echt naar om, want waarschijnlijk voelt ze wel aan dat ze niet in de buurt moet komen. Peanut mag gewoon in de buurt komen. Volgens mij Hero ook wel. Maar ja, nu staan ze gewoon lekker rustig allebei aan de andere kant. Dus dat is goed. En dan geleidelijk aan zullen ze vast wel meer aan elkaar wennen. En ze gaan toch vandaag denk ik nog niet heel aardig doen tegen elkaar. Maar als ze gewoon rustig elke dag iets dichterbij mogen, dan is dat denk ik een beetje hoe het hoort ook. Want City die deed ook een beetje te... Ze kwam er gelijk zo op af en toen dacht Ernie... En nu is het gewoon ook klaar. Nu mag ze helemaal niet meer in de buurt komen. Maar City en Ernie hebben sowieso altijd een beetje haat-liefde verhouding. Dus ik had ook wel verwacht dat het met City en Ernie dan iets moeilijker zou gaan. Maar goed, gaat het, Billy? Maar goed, ze moeten toch een keer bij elkaar. En ze staan in ieder geval lekker rustig apart van elkaar. Ze zoeken elkaar niet op, ze gaan niet achter elkaar aan. Dus dat is goed. Dus ja, een beetje in de gaten blijven houden. Hoe is het dan? Oh, kijk eens wat een lief slapende baby in de zon. Hi, lieverd. Hallo. Hallo. Kijk jou. Deze club. Zit hij toch iets dichterbij gaan staan? Ja. En Peanut mag het al zijn. Peanut ging net snuffelen. En Pier is zelf een baby geworden. Ja. Die denkt al. Pier die denkt zo, eindelijk een beschermde. Hallo jongens. Het is vandaag dinsdag. En gisteren was Charlie precies een week oud. En vandaag, vanochtend, is er een beetje diarree begonnen. Ik ben eventjes uit de wind gegaan. Vanochtend heeft ze een beetje diarree gekregen. Ze heeft ook water gedronken, omdat het natuurlijk super warm is. En nou ja, allemaal bacteriën die ze... Dit is geen goed idee. Allemaal bacteriën natuurlijk die ze niet eerder binnen heeft gekregen. Iedereen drinkt uit die waterbakken en zij wil dat ook natuurlijk, want ze doet iedereen na. Dus ik weet niet of ze echt drinkt, maar ze zal wel wat binnen hebben gekregen. Dus ik denk het ook weer wel. Dus even in de gaten houden, maar voor nu is ze nog steeds lekker vlot... Alert. En nou ja, het is natuurlijk warm. Maar ze is nog steeds, lijkt ze blij en gezond. Kijk hoe lief. Eva. Hoi. Hallo. Hoi. HGH. GMJ.
Ik werd echt... Ik belde jou. En toen... jij nam niet op. Dus toen belde ik jou. En toen werd ik gebeld. Ik nam op. Ja, ja. Jij nam op. En toen... Maar toen... Jij nam op. Maar mijn bloed, dat gaat automatisch daarop. Maar dat geluid is niet goed, ja. Toen werd ik gebeld. Ik hoorde echt in de verte... Ja, toen werd ze gebeld door een nummer uit Amsterdam of zo. Dus ik, maar ik wou jou blijven bellen en die andere ophangen. En toen nam ik die andere op. Dus ik zo, hoi, ik ben er. En toen die vrouw, hallo, spreek ik met Judith Manik. Eindelijk. Je bent ook zomer. Ja. Wow, je springt altijd zo hoog. Lijfo. Maar ik heb het wel echt heel lelijk geschreven. Ga ik dit nu filmen? Ja, dankjewel. Heel awkward. Kijk, deze hebben we van Jude gekregen. Hi. Je mag niet laten zien wat er, hoe ze in staat. Ik ga niet laten zien wat erin. Het is echt zo lelijk. Ja, omdat je een kaartje doet. Deze hebben we gekregen van BR. Hij lijkt een beetje op jou. Oh. Allebei rood. En deze. Maar die is nu nog een beetje groot, want ze heeft een klein hoofdje. Ja. Cute. Leuk. Ik ben de verzorgster van deze. Ga je zelf buiten dit? Ja, op deze. Ja. Kijk, zo gaan we. Yes. Je kunt er wel skiers onder doen. Oh, ik denk dat je dan niet meer terugkomt. En jij is in de sloopland. Wat heb jij een mooi blesje. Hey Jude. Ach ja. Hallo. Ja, jij bent sociaal. Ik zie het al. Ze is een beetje aan de scheid vandaag. Oh ja. Oh. Dan wordt ze ook weer hengstig, denk ik. Bedankt. Ik heb gekookt. Wauw. Dat heb ik goed gedaan. Dank je, dank je. Complimenten. Leuk om een keer te horen. Wat gezellig, hè, jongens? Het ziet er in ieder geval mooi uit. Ponykamp. Ja. Ponykamp. Oh, bloemetjes bijgooien voor de deco. Dood. Ja, we gaan filmen. Er zit iemand mij uit te lachen hier. Ik ben zo verdrietig. Waarom huil jij? Meisje, gaat ja, ik weet wel. Niet. Er kwam serieus een pluisje in mijn keel vliegen ofzo. Kinders is wel lief, hè? Hij luistert wel. Ja. Jij? Niet. Oh. Zit jij lekker? Nee. Nee. Warm man. Ja, het is echt zo heet. Allemaal vliegen in mijn gezicht. Core Memories. Hallo. Wij zijn weer. Meer verstreken. Aan het bijkomen van deze heftige dag. Ja, daar had ik ook inderdaad wel even tijd voor nodig. We wilden nog eventjes een update geven over hoe het nu gaat met de kudde. Want zoals jullie vandaag hebben kunnen zien, is het al best wel weer tot rust gekomen. Ja. Op dag 1 zijn ze gelijk naar buiten gegaan, al Ernie en Charlie. En dat ging zo. Daarna heb jij ze ook weer 's ochtends in de bak gezet, toch? Ja. En dan op dag 3 of 4 hebben ze gewoon eens bij de kudde ingezet. Ja, toen waren wij thuis. Ja, dat we ze de hele dag konden observeren. En die beelden hebben jullie natuurlijk aan het begin van de vlog gezien. En toen ging het nog een beetje, elke keer mochten ze niet echt in de buurt komen. En nu blijft ze op zich nog steeds wel een beetje elke keer... Ja, soms doen ze ook wel een soort co-ouderschap. Maar ja, het is weer één groep, zeg maar. Ja.
Dus dat is Je merkte ook dat Ernie het niet leuk vond om apart te staan van de nee. rest. Nee, maar we wilden wel eventjes Charlie de tijd geven dat ze echt goed op haar eigen benen kon staan en een sprintje kon trekken als het nodig zou zijn. Dat was wel zo aardig. En nu mag eigenlijk iedereen volgens mij wel in de buurt komen. Ja. En Ernie is weer heel erg hengstig. Die wil een nieuwe. De natuur doet gewoon zijn ding. Ja. En Charlie heeft dus sinds vandaag een beetje diarreetjes. Wat ja. dus waarschijnlijk komt doordat ze allemaal dingen aan het eten en drinken is en likken. Wat ze nog niet kent. Nu gaat ze contact maken met Peanut. En het navelbreukie lijkt niet heel ernstig, maar we houden het wel goed in de gaten. Tot nu toe eigenlijk positief. En natuurlijk de diarree houden we ook goed in de gaten. Maar dat is wel normaal. Ja. Dus, Billy. Dit was onze update. We zullen vanaf nu weer eventjes elke dag, zeg maar als we gaan vloggen, echt een beetje logische volgorde aanhouden. Maar deze week was gewoon een beetje van alles en nog wat weer. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doei.